Op 1 oktober jongstleden is in het kernkwartier de vernieuwde cafetaria Finish geopend. Hoi Finn. Hoi Remco. Zou je even kunnen voorstellen? Ik ben Vincent Kuppen. Ik ben 41. Bijna 16 jaar eigenaar van cafetaria Finish. Vader van 2 mooie kinderen. En vriend van Jolanda. Je zei dat je hier al 16 jaar werkt. Hoe is dat gegaan de afgelopen 16 jaar? Ik was net 25 toen ik begon. Ik heb vroeger altijd bij cafetaria van Gogh gewerkt in het dorp. En daarna ben ik voor mezelf begonnen. En ja, beetje bij beetje alles opgebouwd. En ja, nou een hele nieuwe zaak. Nu heb je gedurende de verbouwing heb je in een frietwagen gestaan. Hoe was dat? Nou, het was heel anders werken dan ik normaal gewend was. Aan de ene kant was het super leuk, want contact met de klanten was veel directer. Alleen ja, de voorraad die stond thuis in de garage en in het tuinhuis. Dus ik moest 2 keer per dag op en neer rijden om de voorraad aan te vullen. Je bent heel weersafhankelijk. Dus als het heel slecht weer was of heel koud was, dan merkte je meteen dat de mensen minder zin om buiten te gaan staan. Maar ja, over het algemeen de tijd goed doorgekomen. Dan heb je een prachtige zaak gekregen. Heb jij zeg maar bij de verbouwing, heb je daar zelf dingen mogen inbrengen? Heb jij dingen ontworpen zelf? Hoe is dat gegaan? Samen met Herme Interieurbouw uit Bladel heb ik dit ontworpen. Het meeste is allemaal eigen initiatief. Er zijn een aantal dingen waar de interieurbouw mee is gekomen. Maar net als de kleurstellingen, de vloer, de schermen, allemaal eigen initiatief. Nou ja, behalve natuurlijk nieuw meubilair enzovoort, kun je nog meer grote verschillen aanduiden tussen de oude zaak en de nieuwe zaak? Heb je even. Het begint al met het punt waar ik zit. Ik zit nu aan de buitenkant. Eerst zat ik aan de binnenkant. Dus ik ben iedereen die aankomt rijden of voorbij komt fietsen of wandelen, ik ben veel duidelijker zichtbaar. Ik heb nu een mooie schuifpui, dus ik kan in de zomer een mooi terrasje neerzetten. De tafels hier aan het raam, die staan dan ook aan de buitenkant. Nieuwe bakoven voor lekkere broodjes. Ik heb een mooie schermen waar de producten mooi full color op staan. Ik heb een speciale ijshoek. Ik heb een apparaat voor heerlijke warme chocomel. Een vaatwasser, die had ik in de oude ook niet, dus dat is ook heel fijn. Oh, de kinderhoek. Ja, dat was het eigenlijk. Ja. Je noemde de kinderhoek. Waar is dat precies voor? Nou, ik ben zelf vader van 2 kinderen, eentje van 3 en eentje van 4. Dus ik weet hoe het is om met 2 kleine kinderen ergens te gaan eten en dan als ouders zijn lekker rustig te zitten. Dus ik heb speciaal voor die ouders heb ik een kinderhoekje gemaakt met 2 touchscreens voor de kinderen waar ze puzzels op kunnen maken, memory, kleurplaten. Er zit eigenlijk van alles op en dan kunnen de ouders gewoon lekker op zijn gemakje eten. Zijn er bij jou nog bepaalde specialiteiten? Naast mijn natuurlijk heerlijke verse friet heb ik speciale frietjes, net zoals frietje gyros, frietje kipreepjes. Die lopen als een trein. Maar ik heb ook bijvoorbeeld voor het winkelend publiek en de wat oudere mensen die hier allemaal in de buurt wonen. Cappuccino, latte macchiato, warme chocomel en slagroom. Dat ze gewoon hier even rustig op zijn gemak een drankje kunnen doen tijdens het winkelen of na het winkelen. Als de regering besluit om de horeca dicht te doen, Finn, hoe gaat het dan met jouw zaak? Nou, ik hoop dat ik net zoals bij de eerste lockdown, dat ik wel gewoon voor afhaal open mag blijven. En we passen ons gewoon aan de regels van de regering. En als we dicht moeten, ja, dan zullen we dicht moeten. Hopelijk niet. Hopelijk kunnen we voor afhaal open blijven. En ja, we zullen zien. Nou, ik kan je tot slot alleen maar ontzettend veel succes wensen in jouw nieuwe zaak, Finn. En ja, je weet, ik zal hier ook regelmatig vertoeven. Dankjewel, Remco.